nam mij niet eens mee. Toch blijf je hangen als de vlek in het kleed. Van de rode wijnenfles is niet eens leeg. Kom, laat ons vrolijk zijn. Laat ons vrolijk zijn. I'm Sharon Friedman, maker, one of the makers of Nido 2016, that is going to open the festival this year with the 50 participants from all over Europe, with the ecological project, with no electricity, platform, effects, just human beings, sunrise, and tea together, to share this morning together and to try to start the day in a different way. Come and enjoy with us. Wij zijn Collectief Walden. Ik zal ons even voorstellen. Dit is René, Celine, Thomas, Thijs en ik ben Hella. Wij maken de voorstelling Windstil Leven op Kaapsdune in Oosterend over tijd en het landschap. Mijn naam is Merel Smit. Mijn naam is Bart van de Woestijnen. En samen met Hedwig Koers zijn we dit jaar onderdeel van de atelierroute van Over het IJ en Oerol. En wij zijn eigenlijk vanaf november nu aan het werk met korte periodes op Oerol en af en toe ook een periode op de NDSM-werf. We hebben alle drie een onderzoeksplan opgestuurd en op basis daarvan zijn we geselecteerd om hier gedurende een half jaar tijd onder begeleiding van Alexandra Broeder en Maurice Boogaard te werken aan dit onderzoek. Los van het werken aan je eigen voorstelling werk je ook echt aan het zoeken naar je eigen theatertaal. Ik ben Judith Hofland en ik maak de expeditie Vrommelziener voor de Vogelbescherming en Stichting Doen. Het is een project van Polderpracht in samenwerking met ook de Waterlanders. Wat hebben koeien, weidevogels en kaas met elkaar te maken? Kom dat elke dag bekijken tussen 11 en 5 in de schuur van Gerard Cupido bij de Vrommelziener. Kom vrommel kijken. We can find a place of shade in this meadow. Ik ben Anna van Nuenen en ik ben directeur van InnoFest. InnoFest is een consortium van 8 festivals in het noorden van Nederland. En we zetten deze festivals in als Living Labs. Dit betekent dat we ruimte maken voor experimenten en nieuwe innovaties. Tijdens Oerol testen we een 8-tal innovaties verspreid over het hele festival. En dat programma maken we zichtbaar op de betonning. Een van deze innovaties is de Tiny Tim. Dat is een zelfvoorzienend huisje. En we gaan daar samen met het publiek op de betonning kijken hoe we dat huisje het beste kunnen inrichten. Daarnaast organiseren we een aantal sessies. En daarbij gaan we kijken hoe we het eten van zeewier meer op de menukaart in Nederland kunnen krijgen. En dat doen we samen met een aantal ondernemers, zoals Flang en Ria Laanstra. Ik heb mijn badjes aan, zitten in mijn tentje. Ik ben nog niet gedoucht, maar voel me best wel lekker. De zon komt op, gisteren was heftig. Welkom op het schat, ik ben de koning van de camping. Kijk de koning, koninklijk doen. Kom met de koning zijn vanavond. Kijk de koning in de ginder. Ginder bij de ingang staat ze. Ik ben Yvette Forster. En ik organiseer het Kitty Kotti Festival en het Kwakkoe Summer Festival in Amsterdam. Toen ik hoorde dat ik Oerol mocht programmeren, dacht ik, wat?
gaan ze Surinaamse dingen op Oerol doen. Dus ik ben aan de slag gegaan en ik programmeer Ronald Snijders, Classical Jazz, Ondrovini. Echte roots Surinaamse muziek. La Caña, dat is salsa. En Mushroom Moses, R&B, een beetje singer-songwriter R&B. En ik heb ook twee workshops. Workshop salsa dansen en een workshop awasa dansen. Dat is dans uit de Surinaamse binnenlanden. Oerol ken ik eigenlijk van een heel ver verleden. Theaterfestival dacht ik altijd. Ik ken het van de Dog Troop. Geweldige theatergroep. Dus voor mij is dit echt een hele grote eer. Ik ben hier op de Schelling omdat wij meedoen met een heel tof project. Het heet Studio Oerol. En daarmee krijgen wij vanuit Oerol de kans om een week lang in de studio op te nemen. Studio van Hessel. En 5 keer te spelen tijdens Oerol. Get up, get up, do something. We are divided into those who think and those who do. Those who wait before they say, and those who just chat away.